De regionale verkiezingen zorgen voor een heuse aardverschuiving op de banken van het Vlaams parlement. Om en bij de helft van alle parlementsleden zijn vernieuwd. Vanaf oktober start voor hen het echte werk. Actua TV wacht echter niet zo lang om hen aan u voor te stellen. Nieuwe Leeuwen leidt de nieuwe parlementsleden voor het eerst binnen in de plenaire zaal van het Vlaams parlement. Ik ben Lievende Handschutter uit Sint-Niklaas. Ik ben 51 jaar. Ik ben qua opleiding licentiaat in de rechten. Ik was tot nu toe parlementair medewerker van de N-VA. In Sint-Niklaas ben ik gemeenteraadslid al 20 jaar lang. In de periode 1995-2000 was ik schepen van cultuur, onderwijs, jeugd en toerisme. En nu bij de jongste Vlaamse parlementsverkiezingen was ik de tweede kandidaat op de N-VA-lijst in Oost-Vlaanderen. En ik ben een van de drie gelukkige verkozen van onze partij. Laten we even terugkeren naar de dag en de avond van de Vlaamse verkiezingen op 7 juni 2009. Hoe is die verlopen voor u? Ja, dat was heel bijzonder. Ik sta 20, 25 jaar in de politiek. Vroeger in de Volksdienst, begin met de N-VA, dat waren altijd zo verkiezingen afwachten met een bang hartje. Maar nu was het van meet af aan. Eerste uitslag 10-3, meisje 14%. Dat was overweldigend. Daarna is alleen maar de bevestiging gekomen. Dus we voelden meteen aan dus dat het goed, zeer goed zat, buiten alle verwachtingen. Dus die bijna euforie was er al rond 5, 6 uur. En het meest emotionele moment was rond 5:15, toen we met de oude en nieuwe verkozen en Bart De Wever, dus onze zaal, zijn binnengetreden. En dan de reactie van de mensen, mensen die ik ken uit Sint-Niklaas, uit het land van Waas, jongeren en ouderen, ja, dan, dat werd me echt eventjes te machtig. Wie hebt u als eerste verwittigd toen u wist dat u verkozen was tot Vlaams volksvertegenwoordiger? Ik heb met mijn vrouw en mijn kinderen wel een paar keren getelefoneerd, maar om te zeggen, ja, zij belden mij, ik belde hen. Ik was toen op het partijsecretariaat aanwezig, dus wij moesten dan de uitslagen volgen. Dus ja, met het thuisfront, om het zo te zeggen, werd er af en toe wel wat gebeld. En dan ook met mijn moeder heb ik ook zelf gebeld om te zeggen dat de zaken zeer gunstig lagen. Lag het resultaat binnen uw persoonlijke verwachtingen? Wel nee, het heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Hè. Dus we hadden 6 zetels in het Vlaams parlement. We hadden gerekend op 8, gehoopt op 10, 12, voor degenen die echt zeer optimistisch waren. Maar die tsunami van 6 naar 16, dat overtrof onze stoutste dromen. Wat staat u te wachten als Vlaams volksvertegenwoordiger? En beseft u dit al? Wel ja, omdat ik bij manier van spreken 10 jaar geleden al eens een stage van 8 maanden hier gelopen heb. Ik was dus Vlaams parlementslid oktober 98, juni 99, aan het einde van de legislatuur weliswaar. Ook ja, beroepshalve als parlementair medewerker ken ik het klappen van de zweep wel. Dus ik heb min of meer wel een zicht op wat er mij te wachten staat de komende 5 jaar. Politiek is soms een hard en meedogenloos beroep. Kan u hard genoeg zijn om het hier waar te maken? Ik zeg het, ik heb 20 jaar ervaring in de politiek, Volksunie, N-VA. We hebben al heel wat doorstaan, al heel wat orkanen ontmoet. Dus ik denk dat ik wel bewezen heb door het feit dat ik ook ben blijven volhouden, dat ik de komende 5 jaar mijn mannetje zal staan. Op wat mogen de kiezers u afrekenen? Wel, ik denk 2 zaken. Eén, inhoudelijk. We hebben met de N-VA een programma verdedigd. Dus wij gaan proberen daar, het zij vanuit de meerderheid, het zij vanuit de oppositie, toch een aantal punten naar voren te brengen. Dus men mag mij afrekenen op wat ik daarvoor kan toe bijdragen. En ten tweede, ja, ik ben natuurlijk verkozen in Oost-Vlaanderen, in het Waasland. Ik ben nu ook een van de toevallig weinige Waalse parlementsleden in het Vlaams parlement. Dus ik zal ook de streekbelangen verdedigen en daar zal men mij ook op mogen en moeten afgeven. Beschrijf uw ambitie in het Vlaams parlement.
Kijk, ik ben de schepen van cultuur geweest. Ik denk dat ik in die richting ook wel mijn steentje kan bijdragen. Dat zal ook afhangen dus hoe de commissies worden verdeeld binnen de fractie. Anderzijds ben ik al 15 jaar lid van de Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. En heb ik ook beroepshalve het gemeentedecreet en het lokaal beleid gevolgd. Dus dat is een tweede interessesfeer die mijn aandacht wegdraagt. En tenslotte, ik word in januari in Sint-Niklaas terug schepen. Cultuur, ruimtelijke ordening, huisvesting. En dat zijn ook beleidsdomeinen, denk ik, die perfect aansluiten bij wat hier in het Vlaams parlement gebeurt. Op welke dossier zal u zich toeleggen en waarom? Zoals ik daarnet zei, drie domeinen. Cultuur, ruimtelijke ordening, huisvesting en dan binnenlands beleid. Plus dan de regionale dossiers Waasland, Oost-Vlaanderen. Het Waasland ligt volledig binnen, laat ons zeggen, de sfeer van Antwerpen. Dat heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen in zaken mobiliteit, ruimtelijke ordening, de havenontwikkeling uiteraard. Dus wij zullen daar toch de Waasse belangen moeten verdedigen en ook erop toezien. Dus dat de open ruimte die we hebben in het Waasland niet verder worden gebetoneerd of als industriegebied volledig bestemd. Hoeveel tijd zal u spenderen aan uw job als Vlaams volksvertegenwoordiger? Ik word dus voltijds Vlaams parlementslid, maar weliswaar wetende dus dat ik ook 3 jaar schepen zal zijn in Sint-Niklaas. Dus ik ben licentiaat in de rechten, maar ik ben geen advocaat, heb geen praktijk in die zin. Dus politiek wordt voor mij dus een voltijdse betrekking. Hoe zal u zichzelf evalueren of u goed bezig bent of niet? Ja, ik denk dat moet je zelf een stuk aanvoelen, maar je krijgt ook signalen uit je omgeving. Zowel lokaal als regionaal als van de partijtop, denk ik. Als er iets fout loopt of dreigt fout te lopen, ja, denk ik, als je voldoende voeling houdt en met de basis en met de top van je partij, dan kan je voorkomen dus dat er dingen ontsporen.